Goedenavond. Auto is bepakt. We gaan weer een keer achter de karper aan, op de vaart. En het zijn twee sessies. Ik ga zo direct met de feeders even op de stek vissen. En daarna is de planning dat ik daar wat voer ga uitgooien voor morgenochtend. Dan ga ik om 6 uur ga ik weer naar de stek en dan ga ik daar weer vissen. Op de hoop dat we daar mooie karpers kunnen vinden. En vangen natuurlijk. Dus auto bepakt, kinderen zo naar bed. En dan zie ik jullie op de visstek. Audio jungle. Audio jungle. Holy shit, mooitje. Hey. Mooi. Ik denk dat hij wel mooi 10 kilo. Kijk, plaatje. Heel veel grondingen, pijwonden. Echt een toppertje. Was een mooi gevecht. Laten we weer lekker zwemmen. Jungle. Audio jungle. Jezus, hier heen. Weer zo'n bakje. Weer een mooie bak. Ook ergens, deze iets kleiner, lichter. Ik denk ergens rond de 8 kilo dat hij wel gaat halen. Maar weer een prachtig exemplaartje. Allemaal trots. En dat 5 minuten na die andere. Het is echt, ze zitten hier op een kluifje denk ik. Het is niet normaal. Zo snel heb ik ze nog nooit achter elkaar gevangen. We gaan hem weer laten zwemmen. Helemaal top. Ik krijg gewoon geen rust. Ik zit hier hooguit nu 3 kwartier. Het is echt rustig. Ja, nu gewoon echt. Na die eerste toen net, deze 5 minuten later, loopt meteen weg op de file. Ja, ik weet niet, als dit zo blijft doorgaan, of ik überhaupt ga voorvoeren. Want dit is gewoon niet normaal. Ik heb nu ook niet gevoerd, dus gewoon instant met feeders. Even de andere hengel in de gaten houden. Maar, wat ik zeg, onder 5 minuten, dat is niet normaal. Maar wel genieten. Nou, wie weet hoe lang het duurt voordat de volgende komt. Nou, we zitten zo'n beetje halverwege de sessie van de ochtend. Nou, gisteravond 2 mooie bakken gevangen op de feeder. Ik heb op dit moment 1 karprengel weer omgewisseld voor de matted feeder. Want daar ging het gisteren 2 mooi op gevangen. Maar het blijft nu akelig stil. Op de andere hengel die heb ik nu aangepast. Daar heb ik even een nieuw aas opgezet. Een kleiner maat boilie, 15 mm. Met 2 stukjes mais erboven. En die heb ik nu wat meer onder de kant gelegd. Vlakbij. Nou, kijken of dat vis wil gaan opleveren. En voor de rest wachten we uit. Zodra we wat hebben, dan laten we dat zien uiteraard. Kak, die kwam los. Zonde. Was een kleintje, ontzettend wild. Helaas. Nou, nog weer een brazen. Ook die komen er tussendoor. In ieder geval nog vis gehad deze ochtend. Dan gaan we laten zwemmen. Nou, aan deze sessie maak ik nu ook een einde. Heb vanmorgen vanaf 6 uur weer op deze stek gezeten. Gisteravond een 1,5 uur gezeten. Dat heb 2 mooie karpers opgeleverd. In deze ochtendsessie van ruim 6 uur. 1 karpertje verspeeld, dat was een kleintje, en een brazen gevangen. En voor de rest was het verdomde stil. Ik heb uiteindelijk wel gevoerd gisteravond, juist om ze op de stek te houden. Maar of dat nou zo goed is geweest, geen idee. Misschien waren ze verzadigd, ik durf het niet te zeggen. Maar het is wat het is, dat blijft vissen. Hey, vond je het een leuk filmpje? Geef ons dan even een duimpje voor alle moeite die we doen. Abonneren kost helemaal niks, dus druk gewoon dan beneden even op de abonneerknop en dan ben wij ook heel erg happy mee. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.